De traditionele driedeurs hatchback in het C-segment is aan het uitsterven. Onlangs kwam Hyundai nog als een van de weinige autobouwers met een i30 waarvoor je gevoel gewoon maar twee deuren van de vijfdeurs zijn gesloopt. Wat je wel steeds meer ziet is dat de driedeursversie van zo'n auto een veel sportievere lijn volgt dan de vijfdeurs variant. Kijk maar naar wat Opel en Renault aan het doen zijn met de Astra GTC en de Megane Coupé. En nu gaat ook Hyundai's zustermerk, Kia, ongeveer datzelfde pad volgen. En wel met dit apparaat. En nee, de Kia ProSeat is niet nieuw, want van de vorige generatie kennen we natuurlijk ook al zo'n driedeursversie die deze naam droeg. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit, ik vind deze echt veel dikker dan zijn voorganger. Nog meer echt een uitschaling van een coupeetje. Nog meer die afwijkendheid ten opzichte van de wagon en de vijfdeurs, die versies voor de papa's en de mama's met hun kindjes. Ik vind het echt een heel dik autootje om te zien. Nou, laten we dan maar eens beginnen over het rijden. Deze nieuwe ProSeat moet eigenlijk wel wat verdedigen, want de vorige ProSeat was een behoorlijke redactiefavoriet bij ons. We hadden die auto een tijdje als duurtester en ja, er viel een hoop aan te verbeteren. Maar het was wel een lekker lichtvoetig, vinnig, pittig autootje. Waar je makkelijk in wegreed, echt een heel toegankelijk autootje met een heel fijn weggedrag na de facelift. Dat had Kia gewoon goed voor elkaar. Maar hoe zit het nou bij de nieuwe? Nou, eerlijk gezegd voel ik een behoorlijk vergelijkbaar karakter in deze auto. Hij is behoorlijk wendbaar. En ja, ik ben niet ontevreden over de manier hoe de auto je commando's volgt. Wel moet ik zeggen dat de bediening typisch licht Kia is. En daar ben ik persoonlijk niet zo'n fan van. Koppelen gaat enorm licht, met een heel dun pookje. En nou rijden we hier ook met de nieuwe carens en daar is het al anders. Ja, als je het mij vraagt, verliest Kia zichzelf iets te veel in de gimmicks bij deze nieuwe generatie ProSeat. Bijvoorbeeld dat instelbare stuurgedrag. Nou, daar hebben we het al bij andere versies en ook bij de Hyundai i30 al over gehad. Het is gewoon onzin. Wat mij betreft kunnen ze zich beter richten op een goed sturende elektrische stuurbekrachtiging dan dat ze zich druk maken over de instelbaarheid ervan. Nou staat hij in sport en dan is hij echt alleen maar een stuk zwaarder. Alsof er aan weerszijden twee kaboutertjes hangen die elkaar precies tegenwerken. Dit is het niet, sorry. We rijden nu met de 1.6 benzine en vooral die kan wel wat extra pit gebruiken hoor. En daarom is het goed dat Kia broedt op een ProSeat GT. Dan heb je dezelfde motor, maar dan met een turbo en 204 pk. Kijk, en dan begint het ergens op te lijken. Rationeel gezien kan je weinig kritiek hebben op die motor, want hij voldoet wel. Maar toch is dat waar de schoen een beetje knelt. Want hoe rationeel is een Kia ProSeat? Ik bedoel, mensen die het meeste waar voor hun geld willen, die stappen wel over naar een Seat Wagon of iets dergelijks. Aan de andere kant heb je wel voldoende ruimte hoor. Achterin is het heel redelijk uit te houden en de bagageruimte is ook helemaal niet verkeerd. Al is dat de zicht driekwart achter erg slecht. Maar goed, zeuren over het zicht naar achter bij een coupé is ongeveer hetzelfde als zaniken dat je drinkwater geen smaak heeft. Dus hoe dan ook, dat moet je maar voor lief nemen. Voordat ik deze auto weer terug ga geven aan zijn baasje, is er nog één subtiel detailje dat we nog moeten behandelen. En dat is zijn prijs. De vanafprijs van deze ProSeat is namelijk gelijk aan die van de vijfdeurs. En dat betekent dat je voor zo'n 25.000 euro echt een heel dik aangeklede ProSeat voor je deur kunt zetten. En dat gaat je nou juist bij andere merken niet lukken. Want bijvoorbeeld Opel en Renault, die zien drie deuren tegenwoordig als een excuus om lekker veel geld bovenop de aanschafprijs te gooien. Kia dus niet. En juist dat zou wel eens in het voordeel kunnen gaan werken van deze nieuwe ProSeat.